Hallo, ik ben Willem van voorbereid.nl en deze keer gaan we kijken naar opgave 3 van de oefentoets van het Vitus College over warmte. Bij deze vraag 3 schrijf bij de onderstaande voorbeelden bij welke energievorm ze het beste kunnen worden ingedeeld. En dan hebben we dus als eerste wind. En wind kun je inderdaad het beste langlevende antwoorden die hier al door iemand in zijn gezet. Indelen onder bewegingsenergie. Tegelijkertijd, water in een stuwmeer, dat is wat moeilijker, want dan moet je eigenlijk weten, wat is nu een stuwmeer? Hoe ziet dat eruit? Nou, de hele truc is, als je een stuwmeer hebt, dan heb je dus twee bergen. Daartussenin zit een dam. En, nou, kan ik 3D tekenen? Nee, dat kan ik vast niet. Maar we gaan het toch proberen. Achter die dam zit een meer. En dat meer dat staat stil. Maar de hele truc is dat je onderin de dam een gaatje hebt waar het water met volle snelheid uit weet te vliegen. Maar ja, dat water in een stuwmeer, zolang het daarin zit, de hele truc is dus ook dat je het naar boven gaat pompen om het in dat meer te krijgen. Of dat het in dat meer boven in de bergen echt in een meertje zit. En dat water in een stuwmeer heeft wat dat betreft vooral zwaarte- of hoogte-energie. Volgende, een boterham. Nou, een boterham is wat makkelijker. Die heeft in ieder geval chemische energie. En je kunt zeggen, een boterham is een natuurproduct. Zeg maar, een boterham komt niet uit de fabriek, hoe graag we het ook zouden willen. Boterhammen worden gemaakt van meel, worden gemaakt van, volgens mij, eieren. Wat? Ik heb geen idee eigenlijk waar een boterham van wordt gemaakt. Je gooit wat dingen in een oven en het werkt wel. Maar eigenlijk zou het een beter antwoord nog zijn: biochemische energie. Allebei kan worden goed gerekend. Dan laatste, een draaiend vliegwiel. Het gaat vooral om het woordje draaiend, was met een D aan Willem. Namelijk, een draaiend vliegwiel bezit alleen maar bewegingsenergie. Wat nu een vliegwiel is, dat is ja, gewoon een heel groot wiel dat je heel snel laat ronddraaien, zodat je er bewegingsenergie in kunt opslaan. Bij stoommachines werd dat gebruikt om ervoor te zorgen dat de machine gewoon lekker gelijkmatig draait. Formule 1 wagens hebben het een tijdje gehad om remenergie mechanisch in op te slaan, dat ze dan heel snel konden terugkoppelen, waardoor ze heel snel harder konden rijden. Maar er zijn allemaal trucjes. Vliegwielen zijn bewegingsenergie. Dit was opgave 3. Ik ben Jan Willem. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.